Hey gasten van HetGameKonijn, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik een aspirantenexamen afnemen. We staan hier als IBT docent. Dus jongens, vergeet niet even te liken, even te abonneren. Dan maak je mij weer blij. Gaan we heel snel starten met deze video. Let's go! Je mag naar buiten toe komen. Goed. Mag je eerst even een geel hesje aandrukken? Even je wilt een geel hesje aan. Ja, 4, 6, bier, geel hesje. Een geel hesje. Dat betekent namelijk dat wij bezig zijn met onze training. In dit geval jouw aspirantenexamen. Nou, voor het geval jij mij nog niet kende. Welkom, ik ben Alex. En jij gaat op dit moment je aspirantenexamen doen. Het is 2 uur 's nachts. Op dit moment zijn er wel geteld 11 spelers in de stad. Dus jij zal het ook niet heel erg druk hebben met je godenzaken, dus dat is mooi. Nou, we gaan als eerst even beginnen met het naar de locatie toe rijden. Ik weet niet waar je je examen hebt gehad. Waarschijnlijk op de legerbasis. Ik moest naar het vliegveld. Oh ja, moest naar het vliegveld. Nou, wij gaan naar de legerbasis. Dus je mag even een auto pakken die jij zelf mag pakken. Dat is je, als het goed is, uitgelegd bij de training. Dat klopt zeker. Dus jij weet welke auto's jij wel en niet mag pakken. Dat klopt zeker. En dan ga ik ook even een mooie auto pakken. Nou, we pakken deze. Ja. Als je er klaar voor bent, mag je autootje pakken. Nee. Yes. Nou, top. Even kijken. Dan wil ik dat jij gewoon eventjes... Ja, trouwens, weet je. We doen... Parkeer je auto maar even. Dan doen we gelijk hier zo even het theoriegedeelte. Zo. Ik kan ook gewoon... zo. Dat ding dat rijdt. Oké, je auto maar even netjes. Goed. Je kut auto. Maar dit. Yes. Yes. Nou, top. Dan wil ik eerst even weten wat een persoon zijn rechten zijn als die persoon, hij of zij, wordt aangehouden. Nou, persoon heeft recht op een advocaat. Zelfgebruik en of OM. Persoon heeft recht op medische zorg. Persoon heeft recht op een tolk. En persoon heeft recht op eten en drinken tijdens de arrestantenzorg. Correct. En recht op de juiste informatie. Natuurlijk. Ja. Oké, top. En dan wil ik even dat jij de regels opnoemt van de taser. De taserregels zijn vrijwel vervallen. De enige regel is gewoon dat jij maar 2 keer mag schieten. En voor de rest was de rest vervallen, zoals Vito me uitgelegd heeft. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Geen natte personen. Het was niks met regen meer, het was niks meer met weer, sneeuw. Je mag niet taseren in het water, dat was hem. En je mag, ja, persoon, als je gewoon een beetje water nat is, mag je die persoon gewoon taseren. Tot een bepaalde hoeveelheid, dat is mij uitgelegd. Ja, je mag geen natte persoon taseren, maar goed. Even kijken. Nou, dat komt allemaal zo meteen. De prio's. Leg maar even uit, welke prioriteiten? A1 met en zonder. Je hebt A1. Zo, P1 met en zonder. Je hebt P2 en je hebt P3. P1 met is in ieder geval alles aan, OGS. P1 zonder is alleen de lichtsignalen aan. P2 is gewoon rustig rijden, maar wel iets heel snel. In ieder geval een beetje versnelling erin. En P3 is gewoon... Oh, ik ben een burger. Ik kom naar die melding. Is rustig, maar niet uit. Ze verwachten me wel. Oké, top. Even kijken. Welke voertuigen kan jij en mag jij besturen op zijnde surveillant? Ik mag de... ja, bedoel je vanaf aspirant of eigenlijk was het surveillant plus? Je hebt er vanaf surveillant plus, oké. Volkswagen T6. Ja, ik mag dan de Touran 2016, ik mag de B-klasse, ik mag de fiets, ik mag de dubbel B-klasse. Want die zijn er vanaf die aspiranten. Voor de rest, ja, eigenlijk de T6 komt er nog bij. Tot die hoeveelheid. Ja. Top. Dan moet ik heel eventjes iets fixen. Wacht even. Goed. Nou. Dan wil ik van jou nog even de statussen weten die er op dit moment zijn. Ja, je hebt status 1. Je bent dan op actief. Je kan in ieder geval meldingen ontvangen vanuit de OPCO of OC, zoals ze het officieel noemen. Daarbij bestaat dus 2 dat je aan rijden bent aan de melding, die van waar je aan gekoppeld bent. Je status 3 is ter plaatse, status 4 je bent even weg en status 8 is uit dienst. Ja, nou top. Dan wil ik de pitregels van jou weten. Pitregels, officieel 86 km/u max, maar in Groningen voor een noodhulp is die max 100 km/u. Ja, verder nog iets? Deze heeft dan een bevoegdheid om hoger te pitten. En hetzelfde geldt voor een teamverkeer. Ja, wat zijn op een veilige plek. Op een veilige plek. En wat zijn die snelheden? Deze was... Wow. Zo. Ik heb goed gaan denken hoor. Een klein secondje. Deze. Ik weet dat hij heel hoog was. Maar volgens mij weet ik niet meer zeker. Ja. Was dat deze niet 220 of 200? Een van de twee? 200 volgens mij. Ja. Oké, wat heb jij opgezocht zojuist? Ik heb niks opgezocht. Oké, en teamverkeer? Dat weet ik. Ik denk dat er rond de 120 zit ofzo. In ieder geval, ja, niet veel hoger, maar in ieder geval wel een iets hogere snelheid. Oké, ja, 150. Ja. Nog meer pitregels of was dit het? Ja, dat het op veilige plekken moet en dat jij moet zorgen dat in ieder geval niet andere personen in gevaar komen dan alleen de bestuurder op dat moment. Want jij maakt een pitmanoeuvre om ervoor te zorgen dat geen andere wegmisbruikers eigenlijk de hinder van moeten of van overzien. Of in ieder geval iets van moeten merken, wat daar bouwen. Ja, oké. Verder niks? Verder niks. Oké, laten we dat. Ja, en dat een, hoe zeg je dat, ja. Dat alleen een motoreenheid het niet mag pitten. Oké. Ja, nou. Je mag verder geen zwaardere voertuigen dan jouw voertuig zelf pitten. Dat houdt in dat jij bijvoorbeeld geen voertuig mag pitten wat zwaarder is dan jouw Touran of jouw T6 of wat dan ook. Jij kan namelijk niet met jouw Touran of wat dan ook een vrachtwagen pitten. Nee, dat klopt zeker. dat klopt zeker. Die had ik graag nog willen horen, die miste ik. Ja, voor de rest was dit het. Gaan we even naar de legerbasis toe rijden. Mag je de locatie neerzetten op de legerbasis. En dan ga ik jou aan de hand daarvan een paar opdrachten geven over prio's rijden. Hey, wil jij daar binnen vanaf 5006 of 5005? Maar ja, jij mag de hele route kiezen. Oh, gaan we via de bergen. Je maakt het jezelf makkelijk of moeilijk. Pakken de snelweg, ooit. Pakken de snelweg. Goed, dan gaan we even beginnen met een prio 1 zonder toestemming. Yes. Maak jij even de poort dicht? Zeker. Laatst doet de poort dicht. Dat is altijd, hè? Dat is een ongeschreven regel. De laatste doet gewoon altijd de poort dicht. Maakt niet uit hoe of wat. Klopt, dat klopt zeker. Zijn jou de snelheden uitgelegd tijdens het rijden met de verlichting? Negatief. Ik heb geen snelheid. Ik heb geen snelheden qua uitleg gekregen over. Ik ga het proberen de mensen zo realistisch mogelijk op te leiden. Daarom wil ik dat mijn mensen die mijn trainingen gaan volgen en de mensen die waarbij ik het examen doe, dat die zeker weten wat alle regels zijn. Nou, in de stad rijden wij 80 km per uur. En hoeveel mag jij harder in het echt, zeg maar, met alleen prio 2? Hoeveel kilometer mag jij sneller? Niet, je mag alleen op de kruispunten heb je iets meer voorrang. Klopt, maar je mag iets sneller. Je mag iets sneller? Ja, je mag volgens mij 20 kilometer sneller of zoiets. Zolang het verkeer het uiteraard toelaat. Prio 1 met toestemming, hoe hard mag je dan rijden? Ja, dan is het gewoon hard. Nou, wat zou ik zeggen, binnen de stad heb je dan buitenboden. Komt natuurlijk. Zit het echt. Denk dat je wel 120 mag aantikken als je het veilige manier kan doen. Oké. Nou ja, je mag in principe gewoon flink gas geven. Ja, in het echt zal het volgens mij 130 zijn. Ik heb het geweten trouwens, ik weet het ondertussen niet meer. Mag trouwens nu prio 1 met toestemming rijden. Gewoon zorgen dat je netjes rijdt binnen de lijntjes. Ja, dat ging fout. Ik was 20 in de tellerrijken toen. Oké. Gewoon even zorgen dat je netjes blijft rijden. En daar is het bij. We gaan zo meteen op de legerbasis. Gaan wij een paar dingetjes uitvoeren. Onder andere een staande houding, een wegafzetting, een halve wegafzetting, een hele wegafzetting, bla bla bla. Wij gaan dat soort dingetjes even uitvoeren. alles goed is, heb je alles meegekregen op de training. Aan de hand daarvan ga ik jouw training, jouw praktijkgedeelte ga ik beoordelen. Ik heb nu een aantal dingetjes opgeschreven wat ik, wat ik op dit moment zie, zeg maar. Mag je nu even prio 3 rijden? Het allerlaatste stukje. Hoort mogen wij op de snelweg? 130. Kijk, lekker. Die weet hij. Ik heb mijn rijles gehad vandaag weer. Ja. Ik heb de snelweg, ja, maar ik mocht wel 100, maar ja. Ik weet dat ik 130 mocht. Nou, ik moet zeggen dat in het echte leven rijd ik ook geen 100 op de snelweg. Ik ben niet van het langzame rijden. Ja, ik vind het gewoon kar in die wakker. Ja, ik vind het gewoon langzaam gaan. Ik rijd dan net zo hard als een vrachtwagen. Nou, had ik wel vrachtwagenchauffeur geworden als ik maar 90 wilde rijden. Goed. Nou, gaan wij zo meteen wat dingetjes bespreken uiteraard. Daar zo. Gaan we wat dingetjes uitvoeren. Zo. Lagspike, what the fuck? Ja, inderdaad. Dat was echt een zieke lagspike. En aan de hand daarvan ga ik jou natuurlijk beoordelen, zoals ik net al zei. Wat draagt een agent trouwens standaard bij zich? Op zak? Hier alweer. What the fuck? Ik denk dat het die dingen zijn op de grond, want daarnet had het ook al. Ik denk het ook. Is het bord zit open? Oh, nu wel. Die kun je ook ja, een Walter P99, een stroomstootwapen, een zaklamp en een, hoe noem je het, een wapenstok. Ja. Oké. Waar hou jij rekening mee met een BTGV? Portostilte, veiligheid van de burgers om je heen. En je zorgt in ieder geval ook voor je collega's dat ze niet in je vuurlijnen lopen. Klopt, de vuurlinie inderdaad, vooral die is heel erg belangrijk. Nou, wij gaan zo meteen starten met een BTGV. Ik wil dat jij die gewoon hier zo gaat uitvoeren. Dus ik ga hier zo mijn auto nu neerzetten. Jij mag hem op een tactische plek neerzetten. En ik wil dat jij de BTGV goed gaat uitvoeren. Yes. En dan doen we er zometeen ook nog eentje rijdend. Weet je, het moment... wapen of wil jij een echt wapen erbij hebben? Nou, jij weet het hè, een BTGV. Jij hebt op dit moment je wapen meegenomen, dus... Dan mag ik hem ook gebruiken. Nee, is goed, ik wil vragen even. Yes. Oh, ik ga wel niet te hard schreeuwen. Nee, maar net. Okay. Je hoeft ook niet te schreeuwen, je moet gewoon duidelijk zijn. Goeiedag meneer, politie. Er zijn tot alle tijden wapen op jou gericht. Jij mag dadelijk uitstappen, je mag dadelijk bewegingen gaan maken. Op mijn commando maak jij een of andere beweging. Of maak jij een verdachte situatie, dan zal er gericht geschoten worden. Heeft u dat begrepen? Je kan niet antwoorden, hè? Ik zit in de auto. Dat klopt. Dus je hoeft nooit te vragen of iemand dat begrepen heeft. Hij dient altijd jouw vorderingen op te volgen. Oké, dat is het eerste wat we gaan doen. Je mag met je linkerarm, mag jij jouw linkerhand, mag jij jouw auto in ieder geval van de motor afhalen. Van het, zeg je dat? De motor uitzetten, laat de haap aan. Dan mag je met je rechterhand, mag je je raam openmaken hoor. En dan mag je met de linkerarm, mag je ook je sleutel weggooien. Yes, mag je met je rechterhand mag je je deur openmaken. En dan mag je je handen langzaam uit het voertuig steken. Dan mag je langzaam uitstappen. Oh, wacht, ik ben je gordel vergeten. Zo. Je mag... Ik stap aan de andere kant uit. Nou. Je mag met je linkerarm mag je ook je gordel afdoen en dan mag je rustig uitstappen. Yes, je mag nu 3 stappen naar links zetten. Van het voertuig af. Yes, mag je nu 3 stappen naar achter. Mag je op je knieën gaan zitten. Hand op het hoofd. Oké, kom nu dichterbij en dan ga ik u afboeien. Zo. Prima. Prima. Wil ik hem nog een keer van je zien. Maar ja. Dan rijdend met een stopteken wil ik. Rijdend met een stopteken? Ja, dus ik wil dat je achter mij komt. En dat jij mij een stopteken geeft. En jij door blijft rijden. Ik moet heel even switchen naar stoel. Zo. En even mijn deur dicht doen. Nou, mag je mij een stopteken geven en dan wil ik dat je hem vanuit daar nog een keer uit gaat voeren. Oké. Dan zal ik daar vanaf nu ook rekening mee houden. Ik mag even volgen, oké? Ja, is goed. Kut, je schip parkeerplaats mee. Dat boeien. Nou, dat maakt niet uit, doe je hem hier. Ik hoor jou niet, Shark. Je moet even in Discord praten. Oh, kut. Ik moet in Discord praten. Sorry, ik was in game aan praten. Ah, je staat, ik ben van de politie. Ah, je staat alle tijden wapen op jou gericht van alle kanten. Maak je even verdachte bewegingen, maak je verdachte situaties, zal er altijd gericht geschoten worden. Daarbij mag je met jouw linkerarm, mag jij jouw auto van de motor afzetten, hoor. Van de motor afzetten? Ja, de motor uitzetten. Zo. Oh, je. Yes, dan mag jij met jouw rechterarm, mag jij die raam openmaken. Yes. Mag je de sleutel ook naar buiten gooien met je linkerarm. Topper. Ik ga nu je dingen vragen. Dan mag je langzaam uitstappen dadelijk. Mag je eerst je riem losmaken met je rechterarm? Ja, mag je de deur langzaam openmaken met jouw linkerarm? Yes. Mag je uitstappen met je handen richting de lucht? The fuck? Ja, dat is een heel apart auto. Wat een kutauto. Yes, mag je omdraaien? Mag jij 3 stappen naar rechts zetten? Voor u links. De andere kant op, hoor. Voor u links, zei je? Ja, is voor jou links. Nee, ik kijk toch met mijn artsen de andere kant op. Mag jij nu 3 stappen naar achter zetten? Ik doe precies wat jij vraagt. Yes, mag je je handen op je rug zetten? Op je hoofd? Dan mag je op de knieën gaan zitten. Staan blijven! Hallo! Staan blijven! Wapen laten vallen! Wapen laten vallen! Oh, kan ik maar niet schreeuwen, ouwe. Ik ga automatisch schreeuwen. Wat was dit? Ja, ik ben automatisch schreeuwen. Ik moet mijn bek gaan houden. Dus ga mijn ouders boos worden. Ja, maar al lang moeten schieten. Dat klopt. Nou, schieten hoeft niet. Ik ga niet op jou schieten als je nog niks doet, als je wegrent. Hoezo? Ik luister niet. Er staan ten alle tijden wapens op mij gericht. Ja? Ja, zeker. Oh ja, kut. Ik heb gezegd, ik ga gericht schieten als jij niet luistert. Ja. Oh ja, kut. Gaan we hem nog een keer doen. Ik wil namelijk dat hij zeker weten goed gaat. Ik zou je voertuig trouwens ook nooit zo plaatsen als jij een BTGV gaat uitvoeren. Nee, dat klopt. Ik had hem erachter gezet, eerlijk gezegd. Daarachter? Ja, want dan heb je altijd een leidende positie. En jij kan niet zomaar geraakt worden. Ja, oké, heb je gelijk. Laat even teruggaan, want we zitten weer bij de poort. Mag je mij nog een keer een stopteken geven? Want ik wil even dat die echt goed gaat, zodat we een goede agent zo meteen op straat hebben. Even kijken. Ja, dit vind ik een mooi plekje om te stoppen. Mag je weer even in Discord praten? Oh, kutzooi. Jongen, je spreekt de politie. Er zaten altijd de wapens op jou gericht, van alle kanten. Stel, jij maakt een verdachte beweging of een verdachte situatie, zullen wij gericht schieten op u. Daarbij mag u met uw linkerarm, linkerhand, mag u de auto uitzetten. Dan mag u met uw rechterarm, hand de raam openmaken, het raam openmaken. En dan mag u met die linkerarm mag u het sleuteltje weggooien. Uit het raam. Zoveel mogelijk. Dankjewel. Je mag met jouw linkerarm direct ook je riem losmaken. En dan mag je met je rechterarm mag je de deur openmaken. Ik wil je handen nu naar buiten zien steken en dan mag je langzaam uitstappen. Goed zo. Jij mag wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Wapen loslaten. Goed zo. Je mag je nu naar links gaan. Mag je met 3 stappen naar links zetten. Mag je op je knieën gaan zitten met je hand op je hoofd? En je mag stoppen. Op je knieën gaan zitten met je hand op je hoofd. Goed zo. Hij komt naar jou toe en dan ga jou boeien. Ja, dat wapen had je goed gezien inderdaad. Ja, het was dat hij moest trekken. Had je hem gezien als ik hem gewoon alleen in mijn hand had gehad? Ja, ik zag hem toen al. Oké. Ik zag hem toen al. Top. Ik zag wat uitsteken. Ja, top. Nou, dit onderdeel ging best prima eigenlijk. Zo. Op. Dan gaan wij nu het stukje rijafzetting doen. Of wegafzetting in principe. Mag jij een mooie wegafzetting maken? Ik weet niet wat die deur heeft. Volgens mij als de deur open staat dan heeft hij een beetje... een collision. Dat denk ik. Ik ga even kijken. Kijk, nu is het niet zo. Zie je? Ja. Als de deur open staat heeft hij problemen. Raar. Beetje jammer, maar goed. Maakt op zich niet over uit. Nou. Jij mag links afslaan en mag je gelijk daar een mooie wegafzetting maken. Alright. En dan wil ik dat je 1 baan afzet voor een bijvoorbeeld gecrashed voertuig of een voertuig met pech. Nou ja, altijd spullen uit je kofferbak als die nog dicht is. Voor mij is die open. Ik zal voor jou nog even nog een keer op en dicht doen. Hij is voor jou open? Ja, hij is voor mij open. Nu is hij voor mij open. Is hij voor jou nu ook open? Ja. Oké. What the fuck? Die sink. Nou boeien. Nee, een vraagje. Hoeveel pionnen zitten er in een politieauto? 5. 5. En barrières? 2. En in een busje? Was dat die dubbele 4 en 7 pionnen? Was ik goed dat? Ja. Correct. Ja, helemaal mooi. Moest je ook wegafzettingen maken bij de ambu? Zeker weten. Oké. Nou, alleen was het vrij onrealistisch. Want een ambulance die zet eigenlijk geen pionnen neer. Nee, dat klopt. Maar dan weet ik in ieder geval of het goed is aangeleerd. Je hebt namelijk 5 pionnen. Ja. Ik zal. Nou top, mag je piontjes weer weghalen. En dan wil ik een complete wegafzetting van jou zien. Als het goed is heb jij die ook... die heb jij ook gezien. Oh, ja. En geleerd. Als je mijn hulp daarvoor nodig hebt, moet je het even zeggen. En dan mag je mij gelijk vertellen waarvoor wij een rijbaanafzetting maken en waarvoor wij een complete afzetting maken. Nou, was het dus gegeven. Zo, ja, 1 rijbaanafzetting die maken wij voor een... stel er is gewoon een persoon die ligt op de weg of er is een auto defect, zit stil of... we hebben gewoon 1 rijbaan nodig voor ons stukken wat we nodig hebben. Denk aan een ongeluk, denk aan een dier op de weg, denk aan een voertuig op de weg, wat er staat, wat er niet hoort, etcetera, etcetera. En een hele wegafzetting maken we echt denk bijvoorbeeld aan een evenement, een bankoverval, etcetera, etcetera. Ja, netjes. Ja, zo zou jij jouw complete wegafzetting maken. Ja, zo is hij mij ook uitgelegd, dus gebruik hem ook. Okay. De voertuig zoveel mogelijk gebruiken op de midden van de weg. En daarna jouw 2 hekjes plaatsen. Nou top, mag je hekjes weer inruimen. mag je in je voertuig stappen. Gaan we een staande houding doen. Een normale algemene controle. Corona is nog niet voorbij. Zeker niet. Nou, ook al heb ik het niet, maar niet uit. Yes. Nou, gaan we een algemene controle doen. Op deze weg mogen wij 80. Nee, ga dan veel te snel. Jij weet ook hoe je moet klokken? Positief, met de 5. Ja, en jij weet hoe je snelheid vast moet zetten. Dat is me niet uitgelegd. De NUM6. De NUM6. Dus als je daar één keer op klikt en je hebt een mooie meting, dan lok je hem met de NUM6. Yes. Nou, wij mogen op deze weg 80. Mag je daar gelijk even een mooie rekening van maken. Jij weet ook bij hoeveel kilometer per uur te hard jouw rijbewijs wordt ingevorderd. Was dat niet 40, als ik het goed had? Nee? Jawel, jawel. En bij 50 plus. Nou, gaat nog een wettelijke correctie vanaf. En die correctie is ten alle tijde 3%. Nou, ik denk dat dit jouw voertuig niet, omdat je een politievoertuig bent. Jawel, hij meet mijn voertuig zeker wel. Nee, hij meet jou niet. Jawel. Dat hadden we straks ook. Ja, hij meet geen politievoertuig. Jawel. Nee. Dan moet je de NUM 6 even drukken. Werkt hij nog steeds niet, maar mij niet. Nou, als jij achter mij gaat staan, ik kan nu namelijk jouw voertuig gewoon meten. Hier, ik meet nu jouw voertuig. Jij rijdt 63, 90, 98, 100. Ik zet hem eens aan en uit. En nu is het voor mij rijden? Oh, nu werkt hij wel. Oké, let's go. Hij meet alle voertuigen in de stad. Ik gebruik mijn radar echt altijd. Gaan we even een algemene verkeerscontrole nabootsen. Dan mag je hem uitvoeren zoals je hem op straat ook zou uitvoeren. Alright. Kijk, de weg is dan rechts, dan gaan we links lopen. Hey, een hele goede avond meneer. Mag ik even uw raam naar beneden doen als het lukt? Ja, zeker. Kijk eens. Yes, hele goede middag. Hey, hele goede avond. Ik ben Kiano, ik ben van Speciaak. Ja. Hey, ik wil jou even jouw rijbewijs of je kentekenbewijs zien. Zeker, dan kentekenbewijs moet ik even kijken of ik die heb hoor. Ja hoor. Ja, kijk eens. Hey, topper. Nou, dan ga ik even door het systeem halen, ben ik zo bij je terug. Oh, moet je mijn rijbewijs niet? Die heeft u al gegeven toch? Of zat hij er niet bij? Of zit er niet bij? Nee, ik wil uw rijbewijs nog graag hebben. Kijk eens. Hey, top. Heeft u daar wat meer aan? Ja, daar heb ik wat meer aan. Ik ga even het systeem halen. Dan ga ik even kijken of je iets op je naam hebt staan. Of dat je helemaal goed. Helemaal goed. Aantekening hebt. Ja. Meneer, kan ik gaan trouwens? Nee, je mag even stil blijven staan hoor. Maar ik kan wel gaan toch? Nee. Meneer, ik moet echt naar een belangrijke afspraak. Geef mij een klein scoortje, ik ben binnen 5 minuten klaar. Ja, maar 5 minuten? Hallo, daar kan ik echt niet op wachten. Contact is goed. Ja, meneer. Nou, meneer, dan kunt u daar wel even goed gaan schrijven. U heeft mij niet eens verteld of ik ben staande gehouden. Dat is helemaal mooi. Ja, ik eis jouw dienstnummer. Nu. Dat mag je van mij weten, 2612. 2612. Oké, met wie spreek ik? Ik moet ook even een naam hebben. Ja, je spreekt met Sjakwee. Sjak. Ik heb je staande gehouden vanwege een controle. Ik kreeg daarbij ook een snelheidsmeting van over de 150 km per uur. Ja, dat kan niet. Zo hard heb ik niet gereden. Ik rijd netjes 80. Mijn metingen die gaan niet liegen voor je mee. Ja, ik denk dat je dat ding wel even moet controleren bij de ANWB, want dit klopt niet. Die ga ik niet laten controleren bij de ANWB. Zeg, gaan we bij de hand doen, chef? Je moet dat ding even gewoon laten controleren, want hij klopt gewoon niet. Nou, ik reed 80. Ik kan het natuurlijk laten zien. Ik heb een meter gestapt. Net voor de Shell. Heb jij een videowagen dan? Jazeker, zit hij erin. We mag kijken hoor. Nou, ik zie geen videoapparatuur in die auto hangen hoor. Nou, je mag even kijken. Net boven de dinges kijken. Net boven de achteruitkijkspiegel. Zit net een vakje zitten. Daar hangt helemaal niks. Dan hangt daar voor u niks. Dan is het uw ding. Dan kan ik die ook alleen laten zien. Dus ja, ik vind jou dus echt een lelijke mogol. Nou, dat mag u vinden. Hey, zeker. Ik heb even door het systeem gehaald. Ja. En dan ga ik jou een procesverbaal uitschrijven. Oh ja, een procesverbaal. Daarbij krijg jij ook nog een boete van mij. Die krijg je thuis gestuurd. Ja, ja, ik weet het allemaal. Geef mijn rijbewijs nou maar gewoon terug. Ik moet naar die meeting. Nee, ik ga nu wat uitleggen. Ik heb een afspraak, meneer, en ik heb hier echt allemaal geen tijd voor. Dat is niet mijn probleem. Ik ga het wel afrijden. Ik ben er helemaal klaar mee. Zeg nog één keer zo'n bij de hand opmerking. En u ziet wel wat er gaat gebeuren. U geeft mij nu mijn rijbewijs terug. Ik ben er helemaal klaar mee. Je krijgt een boete thuis gestuurd. Ja, chef, geef nou maar gewoon een godverdomme mijn rijbewijs terug. Meneer, ik ben er helemaal klaar mee. Officier van Justitie gaat daarbij je straf bepalen. Meneer, ik word zo moe van u. Jij bent er wel klaar mee praten, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, dat is niet mijn probleem. Ik kan er niet meer tegen. Al die natte wegen en een tegenligger die ze ligt en die dent. Oh! Ik mag even u rustig gaan houden. Ik kan ook nog andere boetes erbij schrijven, maar dat wil ik niet gaan doen. Geen ambitie, geen talent, wordt een politieagent. U gaat mij nu ook nog eens beledigen. Nee hoor. Mooi, nee, dat is geen belediging naar u. Er komt 9 euro administratiekosten bij. Ja, schrijf die 9 euro er ook nog maar bij. Ja, die mag zeker in je eigen zak douwen, hè? Nee hoor. Nee, zeker, ja, weet u zeker? Je kenteken met je kenteken, wij kwamen ook niet overheen. Dus daar ja, volgens mij douw je die 9 euro in je eigen zak. En weet je hoe dat komt? Omdat je vrouw nooit aan je zak zit. Hahaha. Oké, meneer. Ik ga jou een rijbewijs teruggeven. Ik word een beetje gek van u. Ja. Ja, ik word ook gek van u. U bent echt een ontlastend persoon. Geef dan maar gewoon mijn rijbewijs terug. Ik krijg het thuis gestuurd. Krijg jij je boete? Ja, mag ik nou eerst even mijn rijbewijs terug? Op de achterkant kunt u... Jongen, ik word zo moe van jou. Geef mijn rijbewijs. Nu. Meneer. Op de achterkant krijgt u een kans om het aan te kaarten wat u denkt dat u niet goed fout of wel fout heeft gedaan. Ik ga even bellen hoor. Nou, ik wens u nog een hele fijne dag. Geef voor mij de papieren terug. Hele fijne dag, meneer. Dank u wel. Hoi hoi. Ai, meneer, telefoon mij. Hallo, ai. Oh, eenmaal achtervolging. Wat zou het zijn? Een zwarte Mercedes. Soms heel brutaal als ze nou ook nog eens tegen mijn voeten gaan punken alsof het niks is. Zit ook nog eens achter zijn telefoon. Ja, locatie. Zit op het moment op de snelweg, legerbasis. Op de landingsbaan. De persoon blijft slingeren en is tot stilstand gekomen. Hebben we jou daar nou alweer? Ik wil jou vragen wat je aan het doen bent. Je mag even kappen. Blijf van mijn handen van me af. Handen van me af blijven. Je mag uitstoppen. Hallo. Sorry, ik wil ook een keer in een politieauto hebben gezeten. Nee, dat mag je niet. Oh. Nee, maar je blijft van je handen van me af. Waarom rij je zomaar weg? Hallo. Ja, ik moet naar die meeting. Oh joh. Je moet jezelf op schreeuwen zetten. Je gaat niet aan mij zitten, oké? Ja, is prima. Als je nog één keer aan mij komt of aan mijn collega's komt... Dan ga ik maar deze, dan ga ik hem activeren. Dan krijgt u pin in de rug en die wilt u niet hebben. Oh, gelijk dreigen. Hoor je, dat wil je niet. Gelijk dreigen. Dat wil jij niet. Gelijk dreigen. Je mag even met je handen omdraaien en mag je op je knie gaan zitten. Wat is dit nou weer? Ik wil even met u praten. Dat doen we tegenwoordig op deze manier. Zeker weten, jij bedreigt mij, jij mishandelt mij. Daar ben ik niet van gediend. Jongen. Ik ga je niet in de boeien slaan, maar ik ga je wel even omhoog helpen. Ik ga even tegen mij. Ik ga even u meenemen naar mijn voertuig. Ja. Ik ga even binnenin en ga even praten, oké? Want het is een beetje nat buiten. Nou, vooruit dan maar. Ja. Nou, mag je achterin gaan zitten, ga ik voorin zitten. Dat is voor mijn veiligheid en uw veiligheid. Jongen. Ja, zegt u dus. Was nou de reden dat u weg ging rijden? Ja. U heeft mijn papieren teruggegeven, ik kon er vandoor. Nou, u begint tegen mijn voeten aan te beuken en dan gaat u nog eens op uw telefoon zitten en dan is rijdt u weg alsof het niks is. Tja, kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja, ik moet toch even die meeting afzetten. Door jou ben ik te laat, chef. Nou, door mij, ik ga nog een waarschuwing krijgen. Ik ga het in ieder geval op jouw naam zetten. Komen mijn collega's u nog een keer tegen en probeert u hetzelfde te doen, het wegrijden. Grote mond. Tegen auto's aanbeuken. Dan gaan we daar wel verder op in, oké? Okay? Ja, helemaal goed. Yes, dan mag je je auto eerst de voertuig instappen en dan wil ik jou niet meer zien vandaag. Ja, yes? Kunt u wel de deur openmaken, want er zit kinderslot op. Ja, dat is mooi. Hey, fijne avond. Ja, fijne avond. Hoe vond je zelf dat deze ging? Nou ja, ik bleef voor mezelf, vond ik vrij gerustig tot het einde, toen die me begon te mishandelen. En dan toen heb ik gewoon mijn thesis getrokken van, hey, nu is het klaar. Ja. Omdat ik mezelf heel bedreigd vond en ik vond het geen vuurwapengevaarlijk persoon, vries in de richting. Is het gewoon het beste om je thesis te trekken op dat moment. Dat klopt, dat klopt. Zelf had ik het anders aangepakt, was niet gelijk met sirene achteraan gegaan. Mm. Ja, ondanks dat je natuurlijk wel aanreed, is dat op zich nog wel een reden, maar goed, zelf, ja, dat aanrijden was niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Het was eigenlijk meer de bedoeling dat je opnieuw achter me aan zou komen en opnieuw een stopteken zou geven, alleen vanwege de aanrijding snap ik op zich, de sirene is wel gelijk en gelijk hoorde ik ook de portacommunicatie. Dat is mooi. Dus we gaan nog even een achtervolgingje oefenen. Yes. Ik ga jou hier eventjes voor beoordelen. Zelf zou ik het persoon in de auto nemen, zou ik ook anders aanpakken. Mm. Maar goed, even kijken. Oké, ja, dat moet ik zo meteen maar even fixen. Nou, helemaal goed. Even kijken. Ja, nee, we gaan eerst even het pitgedeelte doen. Je weet tot hoever je mag pitten. Dus je mag mij even gaan pitten. En dan ga ik even kijken hoe het gaat. Ik raad je aan om op jouw netvlies desync te pitten. Dan, wacht even, ik gebruik even een repikketje. Oh ja, helemaal goed. Ik raad je aan om op jouw netvlies desync te pitten. Dan zit je bij mij echt perfect op mijn achterwiel zoals hoort. Dat is een beetje apart eigenlijk, maar als jij op mijn achterwiel zeg maar ramt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je echt vol in mijn deur zit. Ai, dat is verkut. Ja, dus als jij desync pit, dan gaat hij het mooist tollen zeg maar, dan gaat hij het mooiste draaien, sta je gelijk stil. En dat gaan we een paar keer oefenen en dan wil ik zo meteen dus, uiteindelijk wil ik een achtervolging zien. Yes. Alright. Maar we gaan eerst even het pitten gewoon even oefenen. We gaan even deze baan een paar keer op en neer rijden. En dan mag je maar vanaf nu gaan beginnen te pitten. Je hebt tot het einde van de baan, dus in principe heb je genoeg. Nou, ik ga je nu niet pitten, je rijdt snel. Scherp, scherp, scherp. km/h, dat is snel. 103, ja, 103, ja, 103. Dan moet je niet... Hoeveel speling heb je? 100, ja, ik denk ongeveer, gewoon tot 105 ongeveer, of zo. Ja, ongeveer 5 tot 10. Je moet daar een beetje de feeling in voelen. Kijk, weet je, precies 100 aan de ene kant desync zijn en zo. Dus je moet daar even de feeling in gaan vinden. Ah, oké, we gaan nog een keertje. Die was kut. Ja, op een gegeven moment krijg je daar gewoon de feeling in. Mm. Als het goed is, heb je dit ook op je examen of op je training gedaan? Ja, we hebben het 3 keer gedaan. Nou, ik vaker. Zo. 5 meter. En toen had ik wifi-problemen. Dus ik was eigenlijk de hele kant op het spacen. Oh. Dus we hebben echt 15 minuten hiermee gezeten. En dan is desync helemaal het mooiste wat er is. Het mooiste is ook in een bocht, als een voertuig in een bocht zit, als je hem dan kan pitten, precies op zijn kontje. Dan heb je echt de mooiste pit die je ooit zou krijgen. Mm. Je zit nu bij mijn deur, zeg maar. Je zit nu echt aan de voorkant. Ah, ja, daarom kan je ook niet spinnen. Ja. Je moet echt veel meer naar achter zitten. Je zit bij mij echt naast mijn wiel. Naast mijn voorwiel. Ik zit echt op jouw bumper te kleven. Kijk, dit was een goeie. Alleen dan, ja, je schraaft hem er langs. Je moet hem echt gaan tikken. Dat was op zich een mooie, alleen nu nog aan de zijkant. Ik zie wel, de schade zit wel op de goede kant, zeg maar. Dus je zit nu perfect. Kijk. Kijk. Oké, nou top. Ik wil ook dat je het nog een keer doet. Want ik wil hem even een paar keer zien, of 2 of 3 keer. Mm. Nu ga ik het je wat lastiger maken. Ik ga wat tussen gebouwen doorrijden. En dan mag je zelf een moment uit gaan kiezen dat jij denkt op dit moment is het veilig. Vanaf nu kun jij gaan pitten. Ik zal wat langzamer rijden. Ik rijd nu 80 km/u, dus je hebt alle kans om te pitten. Perfect. Die was echt perfect. Nou, top. Ik heb genoeg gezien. Dan ga ik daar ook eventjes puntjes voor uitdelen. Zo. Nou, prima. Dan gaan we nu even de achtervolging doen. We gaan dan een compleet scenario doen. Dus van staande houding tot achtervolging tot BTGV. Alles erop. Ik wil portoverkeer horen bij de achtervolging. Ja. Ik ga even mijn voertuig gaan repareren. En daarbij wil ik dus in principe gewoon alles... een totaal plaatje hoe jij het zou handelen in het echt wil ik daarbij horen. Dus de staande houding, rijbewijsvragen. Ik wil gewoon het complete plaatje wil ik horen. En dan gaan we die... Het scenario van staande auto BTGV. Alright. Ja. En ik ga je per onderdeel ga ik je beoordelen, zeg maar. Dus je mag hem in één keer doorvoeren. Top. Hey, meneer, goede avond. Ik hou je even aan de kant voor even een algemene controle. Je mag even je motor afzetten hoor. Mag ik even uitzetten. Meneer? Als ik daar nog geen zin in heb. Ik had graag dat je motor even afzet. Dat wij iets makkelijker kunnen praten en dat... Ze heeft die ook nog eens benzine, die heel duur is in de tijd. Nee. 2612, eenmaal achtervolging. Zwarte Mercedes. Negeren stop, in ieder geval niet negeren stopteken. Reed weg en negeert de, mee te doen aan het staande houding over. Persoon op dit moment uit het zicht. Mogelijk rijdend op de legerbasis. Ik had graag Kamar aangekoppeld over. En mogelijk ook een teamverkeer. Ik had graag iets van een SIF deze kant op. Ik kan ondersteunen. En misschien ook een paar noodhulp. Zou heel fijn zijn. Qua ondersteuning met het zoeken ook nog eens. Ik ben me nu ook kwijt hè. Ja, omdat ik te langzaam was naar mijn auto. Nou. Jij was ineens weg. Kom maar terug naar het controlepunt. Beginnen we vanaf daar de achtervolging opnieuw. Ik hoor jou. Klinkt echt alsof er meerdere politieauto's aankomen. Wel doen. Ah, ja. Zal ik je afslaan? Ja, vanaf hier gaan we de achtervolging hervoeren. Oh, mijn auto rookt weer. Wat beter. Ai, nou. Dan moet je even... Ja, IOC, 2612, in mijn achtervolging. Persoon in het zicht. We hebben hier een kenteken. 29 Yankee Alpha Bravo 472. We rijden 146 kilometer in het uur. We zitten nu op de snelweg, op de, nou niet wat zo zijn, de landingsbaan. 170 kilometer in het uur, 180 kilometer in het uur. Nog steeds op de landingsbaan. 205 kilometer in het uur. Bitten is niet mogelijk. Zo, wat de fuck was dat gras ineens? Ja, die was daar ineens, die zag ik ook laat. Zo rijdt nu aan de buitenzijde van het legerbasis. Gaat rechtsaf, heeft een crash. Persoon gecrashed. Hij staan blijven! Hey meneer, hoe gaat het? Meneer, hallo? Meneer rijdt door, OC, 2612. Meneer rijdt door, ik herhaal, meneer rijdt door. Meneer is tot een stilstand gekomen. Dan rijdt we door. Aan linksaf. Rijden wij richting... Persoon rijdt heel langzaam, ik ga proberen het pitman overeen te zetten. Uitstappen! Handen omhoog! Handen laten zien, handen naar het raam steken! Handen omhoog! Goed zo! Hey, je mag nu omdraaien! Met je gezicht tegen hem, ja, goed zo! Je mag nu drie stappen naar rechts zetten! Goed zo, daar blijf staan! Mag je nu op je knieën gaan zitten met je hand op je hoofd! Hand op je hoofd! Hey, kom nu dichterbij en ik ga jou boeien voor mij en jouw veiligheid, oké? Hey, wat was hier de bedoeling, maat? Ja, ik wilde mijn koffie ophalen. Ja, je koffie ophalen, maar dit is weer aangehouden. Waarvoor? Ah, je bent aangehouden voor het wegrijden en het negeren van ambtenaren infunctie zijn bevelen. Daarbij ben jij ook nog eens roekeloos rijgedrag, artikel 5. Ik wil jou graag meenemen naar het bureau en dan gaan we daar verder spraken, oké? Oké. Je mag even opstaan, ga even helpen. Sergetje doet meneer iets omhoog. Staan. En ga je meenemen en ga ik even tegen mijn voeten gaan zetten. Ja. Ja, 26, 12, eenmaal AT over. Mag ik wel zelf de auto instappen? Ik heb last van die handboeien. Nee, je gaat zeker niet zelf de auto instappen. Ik kan jou mijn papieren laten zien. Dat maakt mij niet uit. Hey, meneer, heeft u iets van voorwerpen op zak waar ik me kan baseren? Of wat u niet op zak mag hebben? Nee, moet ik mijn handen even op het dak leggen? Ja, handen gaat zeker niet op het dak. Zo, kut, je bent geboeid. Oei. Moet ik mijn handen even op het dak... Nee, je hoeft handen niet op het dak te hebben. Je blijft op je rug zitten. Ik ga langzaam van het bovenlichaam naar het onderlichaam ga ik voelen aan u. Het kan een beetje na aanvoelen, maar ik ga elk plekje rond waar iets kan zitten, oké? Nou ja, vooruit. Oké, ik zie niks geks op zak, gelukkig. Ik ga u in het auto, in het voertuig zetten, pas op voor je hoofd, oké? Ga ik even de deur openmaken. Ja. Gaat niet. Nou, voor de deur. Nou, deur zit open. Ja, OC 2612, status 2, het HP over. Top. Ja, OC, ik had van u graag ook nog te plaatsen, de lege basis, eenmaal logistiek voor het afvoeren van het voertuig. Het voertuig zou gaan om een zwarte Mercedes. Nogmaals, kenteken Golf, Alpha, Golf 873, Delta X-ray over. Ja, is vernomen. Dankjewel. Mag je mij eruit halen, ja? Want dan gaan we door naar het volgende scenario. Nou. Hé meneer, we hebben deze aangehouden. Oh, wacht, ik zat tegen jou te praten, maar... Ik zei, ja, top. Ja, maar ik was nog gemute op Discord. Ik zeg, top, mag je mij eruit halen, want dan kunnen we door naar het volgende scenario. Mooi. Lukt dit? Ja, ik moet aan de andere kant staan. Ik moet aan de andere kant staan. Ja, oh, fuck, dat zei je. Dat zei jij. Ja. Bijna. Top. Wat was dat ineens voor... Huh? The fuck? Hey, lekker man. Notering zo. Doe je dit altijd zo? Ja man. Nee. Kijk eens aan. Top. Mag je mij even naar mijn voertuig toe brengen? En dan gaan wij zo meteen een oefening doen. Het laatste onderdeel. Dus de schiettraining. Oh shit. Mijn aim is niet de beste. Kijk zo. Zo. Is jouw aim niet het beste? Nee. Nou, jij bent een god, dus jij kan reviven, dus we kunnen elkaar lekker helemaal losschieten, dat is mooi. Klopt zeker. Dat klopt zeker. Shit, alweer slash repareer. Klopt. Dat is mooi. Dan gaan wij deze hele mooie loods hier zo rechts gebruiken. Als het goed is, is dat deze loods ergens. Kan je beter loods links pakken? Nou, er is er eentje. Kijk, deze hier zo. Oh, deze. Ja, mag jij hier zo even wachten? Dan ga ik mij ergens in het gebouw goed opstellen. Ja, je wilt gewoon dat ik een soort van binnenval, denk ik. Ja, ik wil dat jij zo meteen naar binnen toe komt. Met een melding dat er is geschoten vanuit binnen. En dat jij het gebouw gaat kleren. Ik zal ergens hier aanwezig zijn. Met een vuurwapen, dat kan ik je alvast vertellen. Ik doe dus even zwaarvest aan in plaats van geel vestje, dan weet je dat. Ik doe even zwaarvest aan in plaats van het geel vestje. Dat is helemaal goed, dat is netjes gehandeld. Dus ik zit op dit moment ergens in het gebouw. Ik zit te denken of ik nog een andere locatie ga kiezen. Ik zit op mijn locatie. Nee, ik denk dat ik hier prima zit. Mag je naar binnen toe komen en mag je het gebouw komen kleren? Kom maar aan. Ik deed dit vanmiddag met iemand. Dat was mijn allereerste examen. En ik weet niet wat die jongen had. Maar volgens mij had hij één bot. Want jezus. Eerst schoot hij echt vol mijn andere IBT'er, zeg maar, dood. En vervolgens schoot ik hem, zeg maar, in zijn been. Ja. Of tenminste bijna in zijn been. En gewoon weer full headshot. Ah, twee headshots. Je spreekt de politie. Ah, je mag jezelf bekendmaken. Ik heb een wapen in mijn handen. Nou, ik verdachte benen dat ik u zie. Of dat u mij ziet. Gaat ik geschoten worden, oké? Je mag jezelf bekendmaken. Je mag geluidje maken. Je mag bewegen. Maar ik hoef geen verdachte beweging van u te zien. En als u loopt, wil ik altijd van u handen in de lucht zien. Politie, maak jezelf bekend. Politie, maak jezelf bekend. Ik was te veel gefocust op iets anders. Mag je het gebouw weer verlaten? Ja, ik lig. Ik heb niet meer zo heel veel kogels, dus je hebt geluk. Nee, ik heb wel kogels veel. Ik heb nog 21. Ik heb nee, 45. Ja. Mag je het gebouw weer verlaten? Ga ik een nieuwe plek zoeken? Gaan we hem nog een keer doen. Je kleerde het gebouw niet heel goed. Ik miste de controle van de auto. Daar had ik natuurlijk gewoon in kunnen zitten in de kofferbak bijvoorbeeld. Ja, oké. Dus ik ga even op zoek naar een nieuwe locatie. Ik weet nog niet helemaal waar. Al ben je dan met meerdere eenheden te plaatsen, dus ik vind niet alles in je eentje. Dat klopt. Snap je? In het echt, hoe ze dat in het echt doen, is als ze bijvoorbeeld een school of een gemeentehuis of iets gaan kleren. Dan, ja, dat is sowieso geen noodhulp naartoe. Ja, zeker wel. Als er mensen binnen zijn, dan gaan ze juist naar binnen. Hoe doen ze dat? Is koppel aan koppel houden ze elkaar vast. Dus rug tegen rug. En dan kleren ze op dat moment zo het gebouw. Dat is een heel nu ben ik aan mijn eentje, dus... Ja, maar normaal gesproken houden ze zichzelf in real life, zeg maar, vast aan de koppel. Dat is echt een mooie. Ik zit even te kijken hoe ik dit precies ga fixen. Waar sta je? Sta je weer om het hoekje? Ik sta weer op hetzelfde plekje. Maar ik kijk de andere kant op. Dus ik kijk niet het gebouw in. Ja. Want ik zit zo even een beetje rondjes te lopen om te kijken waar ik mezelf ga verstoppen. Even kijken of er ergens een mooi plekje is waar ik mezelf kan verstoppen. Ik ben zo'n beetje rondjes aan het lopen nu. En ik zit echt zo van, ja, ik wil niet weten waar. Oh. Ik heb denk ik wel een goede verstopplek nu. Dit is wel echt zo'n plekje die criminelen in Groningen ook zouden gebruiken. Even kijken. Nou, top. Nou, dan mag jij het gebouw komen kleren. Ja, politie, laat jezelf bekend. Laat jezelf zien. Politie. Goed, daar is clear. Politie, laat jezelf zien. Maak jezelf bekend. Ach, ik moet echt oppassen dat ik niet schreeuw. Oh jee. Politie. Maak jezelf bekend. Maak een verdachte... What the fuck? Waar de fuck zat jij? Waar de fuck zat jij? Ik had je echt al meerdere keren headshots kunnen geven. Waar de fuck zat jij dan? Ja, geheime locatie. Ai, nou, waar zat jij? Dit ding is ook helemaal verschoven. Dit ding stond helemaal tegen dit ding aan. Kijk, zie dit ding. Kijk. Ah, what the fuck, ouwe. Tering, nee, dat is niet mijn beste onderdeel. Nee, dat merk ik. Nee, nou, ik ga opnieuw een verstopplekje zoeken. Ik moet wel even bedenken waar ik nu weer ga verstoppen. Nou, ik ben gewend met een heel team te zijn. Je gaat nooit in je eentje binnenvallen, dat is sowieso best raar eigenlijk. Dat klopt. Ik heb nu wat een opere locatie, denk ik. Ik ga nu wat voor een opere locatie. Nou, je mag opnieuw het gebouw gaan kleren. Yes. Ik ga nu gewoon rondlopen. Maak jezelf bekend. Voertuig is wederom clear. Maak jezelf bekend. Terwijl oppassen met al die wapens wat hier liggen. Maak jezelf bekend, ei! Handen laten zien, wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Is het nou deadly shot? Nee. Oké. Hey, sterretje strap wapen weg. Sterretje zet knie op benen. Normaal, je moet nu gewoon boeien. En boeit persoon. Appetij. Want je kent de criminelen, hè? Nou, top. Kunnen wapens pakken. Deze was prima. Die andere keren had ik wel zoiets van, oké, daar moeten we echt aan gaan werken. Daar moet ik zeker aan werken. Dus Sjaak, wij gaan nog vaak even naar de schietbaan om dit soort dingen te oefenen. Dat gaan we zeker doen. Ik ga deze wel even noteren. Yo. Ik zou je wel zeggen, voor dit onderdeel ga ik je het laagste cijfer geven van allemaal. Tering. Ja. Tering. Je bent echt benieuwd wat je voor cijfer je me voor alles gaat geven. Ja, ik ga het even uitrekenen, ben ik zo mee terug. Yo. Goed, nou, ik heb jouw punten even uitberekend en we gaan even terugrijden naar het hoofdbureau. Dus ik stap bij jou in, ik verwijder even mijn auto hier zo. Ik had even een paar dingetjes nog. Ja. Bij de staanhouding vergat je het oranje, mooie oranje licht op onze auto, het amber. Ja. Die vergat je. Had ik wel graag gezien, al zeg ik het zo. Bij de schiettraining, daar moeten we echt... ja, daar moet je wel echt aan gaan werken. Schietbaan, je weet waar het zit. Dus ga even regelmatig even naar de schietbaan. Vooral op dit soort tijden heb je niet zo heel veel te doen. Klopt. Ga lekker naar de schietbaan, fix dat. Nou, in principe, even kijken. Alle portofoonstatussen, die had je allemaal goed. Daar heb ik je de maximale punten voor gegeven. De rechten benoemen. Onthoud altijd juiste informatie, dat hij daar recht op heeft. Daar heb je helaas 1 minpuntje voor, zeg maar. Dus 4 punten van de 5. Dus dat is, ja, is gewoon prima. Prima. Maar onthoud dat iemand altijd recht heeft op de juiste informatie. Bij het taser heb ik jou 2 puntjes gegeven. Omdat ik toch graag had willen horen de omstandigheden qua weer. Je mag alleen taseren in de romp. Je mag alleen taseren als je weet... je mag zeg maar niet taseren als je weet dat die persoon hartproblemen of iets heeft. En je mag maar 2 keer taseren en die had je opgenoemd. Dus vandaar die 2 puntjes. Ik dacht, ja, ik wil ze toch even aanhalen. Ja. Het pitten. Op het linker achterwiel. Maximaal 100 km per uur. Niet pitten van een duidelijk zwaarder voertuig en drukke gebieden. Heb ik je 1,5 punt van de 4 gegeven. En dat komt omdat ik het links of rechtser achterwiel niet hoorde. De maximumsnelheid wel. Het niet zwaarder pitten van het voertuig heb ik ook niet gehoord. En de drukke gebieden heb ik ook niet gehoord. Wat ik wel heb gehoord is dat het veilig moet zijn. Dus dat, ja, daar heb ik een half puntje voor gegeven. Maar ik had toch graag willen horen. Geen drukke gebieden, geen obstakels en dat soort dingen. Dat had ik graag echt van jou zelf gehoord. De voertuigen die jij mag pakken heb je de maximale punten. Dat is namelijk de Volkswagen Touran, de B-klasse, de Vito en de T6. Nou, alle prioriteiten heb je ook gewoon de punten voor. Met toestemming, zonder toestemming. Prio 2, prio 3. En uiteraard weet je ook wat dat amber en dat soort dingen is. Hoef ik aan jou eigenlijk niet te vragen. De benaderingstechniek gevaarlijke verdachte. Heb ik jou 4,5 punten gegeven van de 6. Dat houdt namelijk in. Ik vond toch nog wel dat daar ook nog wat dingetjes in aan te passen zijn. Je volgt goed de procedure met het sleutel loshalen, bla bla bla. En weet ik het wat allemaal. Toch had ik graag jouw voertuig nog anders gezien. Hè? Achter het voertuig staan. Hoe jij je voertuig neerzette voor en zo. Dat had ik toch wel graag daarachter gezien. Jezelf wat meer dekking geven. En op het moment dat een verdachte wegrent had ik graag gezien dat jij hem gelijk in zijn benen had geschoten. Nou, de rijstrook afzetten. Daar heb je maximale punten voor. Daar vond ik gewoon de nette afzetting. Was helemaal prima. Vooral dat pionnetje aan het eind. Netjes. Had ik wel iets verder neergezet. Maar goed. Op zich, ja, weet je. We kunnen ook mieren neuken om niks. De persoon moet een succesvolle staanhouding hebben gedaan. Nou, die heb jij ook afgelegd. Je hebt namelijk een perfecte staanhouding gedaan. Heb ik een 4,5 gegeven, want ik miste het amber. En toch ook wel uiteindelijk dat gesprek dat je mij in de auto nam. Toen dacht ik, oké, dat is ook wel een half puntje. Een beetje vaag dat ik bij jou achter in de auto moet stappen. Dus dat is een half puntje. En het amber miste ik. Dus vandaar die. Ja, voor de rest. Het pitten ging echt perfect. Daar heb je 5 puntjes voor gegeven. Duurde even voordat je het inderdaad weer onder controle had. Met de tijd komt dat, weet je. Je kan het allemaal niet perfect doen. Dus daar heb je 5 puntjes voor gegeven in plaats van 6. Nou, dat is prima. Schietvaardigheden. Ja, daar moet je echt nog wel wat dingen gaan oefenen. Want ik heb je daar een 4,5 gegeven van de 12 punten. Oh. Ja, dat gaat dan wel echt nekken aan het eind. Ik vond niet dat het echt supergoed ging. De aim is niet heel goed. Maar goed. Het kleren deed je netjes. Uiteindelijk ging alles echt perfect. Ja, weet je. Je moet nadenken. Het gaat nooit perfect. Nee, klopt. Het kan nooit goed gaan. Dus ja, daar kun je gewoon nog wat dingetjes bij leren. Nog even betere aim krijgen, dat soort dingen. Voor de rest had ik daar niet zo heel veel op. Het portaalverkeer bij de achtervolging en dat soort dingen. En tijdens de achtervolging heb ik een 8,5 gegeven in plaats van de 12 volle punten. Heeft er ook mee te maken gewoon met het feit dat het toch wel een beetje moeizaam ging en zo. Ook weer die BTGV. Maar goed, al met al brengt het op een 7,3. En dat betekent dat jij geslaagd bent voor je aspirantenexamen. Dat jij bij deze de rang surveillant krijgt. Dus gefeliciteerd, jongen. Dan mag jij bij deze dus... wapendrager. Een wapendrager, zeker. Als het goed is, als jij nu de F2-spier indrukt, dan ben jij surveillant. Ja, nou, top. En dan wens ik jou heel veel succes bij ons politiekorps. Dankjewel. Nou, lekker bezig. Hey jongens, wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik zoals altijd, laters!